We zijn hier vandaag in Lelystad en we zijn bij bedrijf Boer Kok. Nou, Boer Kok staat bekend om het koken met lokale producten en ja, om hun gastvrijheid. En natuurlijk is het een fantastisch familiebedrijf zoals jullie hier kunnen zien. En nou, ik denk dat Wilma gewoon maar even moet vertellen. Wat zijn jullie voor een bedrijf en hoe is Boer Kok ontstaan? Nou, natuurlijk allereerst vanuit onze horeca-achtergrond, maar ook vanuit de familietraditie. Mijn ouders die, zijn als pionierskinderen vanuit de Wieringermeer hier naar Flevoland gekomen. Mm-hmm. Toen Dronten bewoonbaar werd, zijn ze daar gaan wonen en hebben later een prachtige boerderij gepacht. En ja, daar ben ik natuurlijk opgegroeid met de producten zowel van het land, maar ook vanuit onze moestuin. Wat heb je prachtige keuken hier, ja, Gerard? Dit is mijn trots. Ja. Dat was de eerste platte wagen van mijn schoonvader. Oh, echt waar? Ja, dat was het stukje wat ik van de boerderij heb geërfd. Daar hebben we een inductiefornuis op teruggemaakt. Ja. En dus hier koken we elke dag. Hoe belangrijk is het om met gewoon lokale producten en natuurlijk vooral uit onze provincie Flevoland te koken, te mogen koken? Ja, weet je, we hebben gewoon alles. Ja. En als kok is het gewoon, weet je, zoals nu ook weer de nieuwe aardappeltjes. De producten zijn gewoon op zijn top op dit ogenblik. Weet je, duurzaam is het is zo'n woord. Ja. En bij ons is het gewoon het hart wat spreekt. Naast het prachtige restaurant waar jullie hier de gasten al bedienen van heerlijke gerechten, organiseren jullie ook evenementen. Ja, we hebben met elkaar afgesproken dat zolang wij met de lokale producten mogen werken, we het leuk vinden om allemaal verschillende evenementen te organiseren. Dus het gaat van vergadering tot bruiloft, tot zoveel jaar getrouwd feest, tot een uitvaart. Mm-hmm. Tijdens het event nemen we mensen dan mee door stapjes te serveren uit het Flevolandse voedsellandschap. En waarom is dat zo belangrijk, Eva, dat jullie die mensen meenemen in het feit dat jullie hier werken met lokale producten? Ja, omdat mensen eigenlijk dat Flevolandse voedsellandschap helemaal niet zo goed kennen. Dus het is eigenlijk ook een beetje bewustwording dat men gewoon in hun eigen provincie ook hun eigen product kan halen. Dus niet alleen per se naar een restaurant moet. En daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat jullie dat verhaal hier vertellen. Ja, het staat heel dicht bij ons en wij vinden het heel leuk. Ja, we zijn trots op Flevoland en wat het allemaal te bieden heeft. Toekomst is lastig om in te kijken. Wat we sowieso blijven doen is het lokale product promoten. Niet alleen maar promoten omdat het duurzaam klinkt, maar we volgen erin ons hart. Het is die omgeving die ons op weg helpt. Het is de omgeving die ons gewoon de stabiliteit geeft naar de toekomst toe.